Welkom bij DAP. Ik ben Dario, ik ben CNC-operator bij DAF. Ik ben Mees, ik werk 4 jaar bij DAF op de gereedschap instelruimte als operator in de motorenfabriek. Ik ben Neni, ik ben logistiek medewerker bij DAF. Hi, mijn naam is Serhat, ik ben eindinspecteur bij DAF. Als CNC-operator bedien ik de machines en voer ik ook kwaliteitscontroles uit op de motorblokken van een vrachtwagen. Wat ik leuk vind aan mijn functie is dat we hier te maken hebben met honderden verschillende gereedschappen. Die herstellen wij, die maken wij scherp. Stellen we in en sturen we terug naar productie, zodat we weer de machine in kunnen. Mijn dagelijkse werkzaamheden, ik begin met de remmentest. Daarna doe ik de vermogentest. Daarna controleer ik de onderkant van de auto. En uiteindelijk doe ik de lakcontrole. Dan weeg ik ze en dan zet ik ze klaar voor de volgende afdeling. Ja, mijn dag die begint gewoon op het moment dat ik binnenkom, dan pak ik een bak koffie. Dan pak ik de groep bij elkaar, dan doen we de ploegoverdracht. En als er eventueel bijzonderheden zijn en storingen, spreken we die daar en dan kunnen we daar ook uiteindelijk actie op ondernemen. Eigenlijk het leukste is hier, zijn eigenlijk de mensen die hier werken. De sfeer is ontzettend leuk, we werken in een team van ongeveer 10 man. Iedereen kent elkaar ook hier. Nieuwe mensen die hier komen, die worden ook heel warm verwelkomd. We werken op een relatief kleine afdeling, waar we ook veel contact met elkaar hebben. Ja, we hebben heel erg leuke collega's van verschillende achtergronden en verschillende culturen. We maken altijd wel een grapje en we kunnen ook veel van elkaar leren. Maar collega's helpt mij supergoed. Als ijsinspecteur is het natuurlijk wel belangrijk dat je oog voor detail hebt. Dat je nauwkeurig werkt, maar natuurlijk ook gezellig bent. Het is belangrijk dat je goed met je handen kan werken. Je moet fijn mechanisch werk doen. Je moet schoon te werk gaan en heel nauwkeurig. Op het moment dat ik bezig ben met een blok controleren op de kwaliteit, dan moet ik ook de machine in de gaten houden of er eventuele storingen zijn en of er een tool gewisseld moet worden. Ik heb geen specifieke opleiding gevolgd, maar als je die nodig hebt, dan zorgt DAF ervoor dat je die krijgt. Als je echt wil, kan je hier bij DAF alles bereiken. Ik ben hier bij DAF begonnen met niet of nauwelijks technische achtergrond, gewoon als wisselaar van de gereedschappen. In de tussentijd heb ik ontzettend veel machines geleerd om met machines te werken. En zo ben ik afgelopen week ook mee geweest naar Duitsland voor een vervanger van de machine hier achter mij. Nou, ik ben doorgegroeid tot assistent teamleider. Dat heb ik eigenlijk gedaan door te laten zien dat ik ook best wel verantwoordelijkheid draag. Het werken via Randstad bevalt me goed. Er is goed persoonlijk contact. Je zit hier ook op het terrein, dus als ik vragen heb, kan ik altijd binnenkomen lopen. Het is erg leuk om bij DAF te werken. En als een team werken we aan één mooi product. Op het moment dat wij een vrachtwagen op de straat zien rijden, dan zijn wij daar ook onderdeel van geweest. En dat is hartstikke leuk om te zien. Word jij onze nieuwe collega?